was a bit of a princess. Hey Peter. Hey Tom. Ik zie een potje Far Cry en die game is nog niet uit. Wat is er in godsnaam gebeurd? Nou, ik mocht even Far Cry spelen. Even 2 uurtjes ben ik aan de slag geweest met de game. En daar was ik echt heel erg benieuwd naar. Want... Wow, je hebt me niet verteld dat we hier 2 uur zitten. Nee, we zitten hier niet 2. Ik heb een clipje gemaakt. Ik heb hem geknipt. De leukste momenten. Oké, de leukste momenten. Dan ben ik heel erg benieuwd wat het inhoudt. Ik wil allereerst 2 dingen van je weten. Wat is er heel erg Far Cry aan en wat is er niet Far Cry aan? Oh, wat een hele goede vraag. Ja, goede frag, hè? Een hele goede frag. Alsof die gesteld zou kunnen worden door mensen, zeg maar, van Gamersnet. Ja. Wat is er heel erg Far Cry aan, is de ultieme vrijheid die je hebt in de wereld. Dus het gewoon rondrijden. En welkom in Montana. We zijn gewoon echt gewoon in een redneck country, hè? Gewoon, er is een sectebaas is er aan de macht. En jij moet die sectebaas eigenlijk verslaan. En dat is al heel erg Far Cry. Er is een heerser die je omver gaat werpen. Er is absoluut een heerser, maar de omgeving is natuurlijk helemaal nieuw. Zoals je kan zien. Want ik vind het superleuk om naar Rural America te gaan, zoals het zo mooi heet. In die auto leek het net een beetje op Forza. Gewoon Forza Horizon, weet je wel. Zo, dat is wel echt een heel groot compliment. Want zo mooi is Far Cry 5 nou ook weer. Er staat een guy voor me. En gelijk schieten. En niet gesilenced. En daardoor helemaal de lul. Je speelt de PlayStation 4 versie ook. Ja, de versie op de PlayStation 4. Dus sowieso is Forza schelden. sorry, Drive Club. Ja. Oh ja, dat is compliment. En je bent meteen al met een USA gun aan het schieten. Ja, zeker. Die USA gun die had ik standaard gekregen. In het begin. Wat er niet Far... Ik weet eigenlijk niet zo goed wat er niet Far Cry aan is. Behalve dat het helemaal een nieuw soort thema is. En je klimt geen torens meer. Dat is al wel een heel ander dingetje inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar dat was een beetje... Kijk, Leon heeft natuurlijk de game op E3 gespeeld. En toen sprak ik hem daarover voor de videopreview. En hij was er niet zo over te spreken omdat het zoveel lijkt op de standaard Far Cry. Hij had zoiets van, dit heb ik al gezien. Ja, maar dat is ook zo. Want Far Cry blijft Far Cry. Dat gaat ook nooit veranderen. Dus sinds deel 1 is het een beetje dezelfde vibe. Alleen wat ik heel erg leuk vind aan deze game is de... Het zijn eigenlijk 2 dingen die ik heel vet vind. Namelijk dat je tegen een secte strijdt. Ik hou heel erg van sectes. Ik kreeg vroeger altijd naar de X-Files. En de tofste afleveringen waren altijd waar een secteleider aan de macht was. Dat is gewoon vet. Want die gasten zijn gewoon echt helemaal freaky. En dat zie je ook in de wereld. Ik bedoel, op een gegeven moment zag ik een groepje mensen zag ik gewoon schieten op een opgehangen lijk van iemand die niet, zeg maar, lid was van die secte. En die lijk was al dagen aan het decay en nog waren ze erop aan het practice target. Weet je, okay. Die gasten zijn gewoon echt super gek. Ja, het is wel een beetje cray-cray. Ja, het is echt cray-cray. En dat is wat ik heel tof vind. En ik vind Amerika heel leuk, want Far Cry 2 had natuurlijk een fantastische weergave van Afrika. Echt mooie Afrika hebben we nooit gezien. Far Cry 3 was fantastisch op dat eiland. 4 vond ik zelf wat minder. Maar dit vind ik echt heel vet. Dat we nu gewoon naar het platteland van de Verenigde Staten gaan. Inclusief al die boerderijen en de koeien en de dieren. En de mooie waterbeekjes. En De wapenwinkels, I guess. Trucks. Fucking trucks. Fucking monster trucks, man. Ik bedoel, dit is een van de trucks die je moet terughalen. Dit was een missie uit de game. Later ga ik ook in de open wereld een beetje rondlopen. Maar dit was dan een missie. Haal onze truck terug. Ja. Want dat is onze pride. En daarmee kunnen we havoc. Kunnen we, ja, er zit ook een gun op. Tuurlijk. Want er zit natuurlijk ook een gun op. Fucking America. Fuck yeah. Ja, en sterker nog, de missie is ook... Hier gaat de geit. De missie is ook rammed through the roadblocks. Dus dit was ook gewoon mijn missie. Ja, want hoe ga je die sectebaas omverwerpen? De trailers hebben een beetje de illusie gevestigd dat je het bijna gaat doen met een soort van campagne runnen tegen hem. Ja, dat doe je eigenlijk. Je moet een eerste stad bevrijden. Dat hebben we op de E3 gedaan, die eerste stad bevrijden. Oh, dus vette explosie. Let op. Komt-ie. Bam. Ja, dat is Far Cry en het is Amerika. Dat vind ik echt heel tof. Heel tof gedaan. Je krijgt 1 dorpje. Dat is dan, zeg maar, jouw dorpje of waar je het verzet, zeg maar, gaat runnen. Ja. Companions zijn ook heel erg belangrijk in de game. Oh, die koeien moesten ook dood. Sorry daarvoor. Ik bel Pieter. Ik moet testen of dat kan. Ja, uiteraard. Maar je zag dat er een chick naast me zat. Je kunt over de gehele game kun je companions inhuren. Dat is ook weer zo Far Cry 2. Far Cry 2 had dat ook al. Maar toen hebben ze dat even laten liggen een beetje met echt die buddy system, geloof ik. Ja, dus er is een buddy. Er kunnen meerdere buddies bij. En ze hebben ook allemaal een eigen specialisme. Die chick is trouwens ondertussen weg. Want ik ging ondertussen een keer dood. Maar dat heb ik weggeknipt. Ja, slim. Hoe heet het? Maar ook verschillende dieren kunnen ook je buddy zijn. Je hebt in eerdere demo's heb je, zeg maar, gezien dat er een hond is. En dat soort dingen. Ja, oh, daar ben ik heel erg voorstander van. De hond schijnt fantastisch te zijn om als buddy te hebben. Ja, het is een beetje dog meat, hè? En er zijn dus nog veel meer dieren die je ook kunt zijn.
Dat, en ja, weet je, deze vibe mee... Ja, kill that son of a bitch, weet je. Dit is gewoon echt super Amerikaans. Ik ben afgelopen zomer in Florida op vakantie geweest. Toen zijn we ook door het platteland gegaan... waar je dus echt gewoon koloniale vlaggen ziet. Weet je, ja, dat, ja, ja. Die vibe krijg je hier gewoon heel van. America. America. En wat heel leuk is, is dat we nu ons vliegtuig gaan terughalen. Ja, want dat is een beetje het nieuwe aan Far Cry 5. Om het even kort door de bocht te doen. Het is natuurlijk... vliegen is nou een dingetje. Het, ja. Het was natuurlijk altijd al open wereld. En toen eerst met boten en motoren. En toen in één keer tuk-tuks. En nu een vliegtuig. Ja, oh, daar heb ik een goed idee over tuk-tuks. Maar inderdaad, nu gaan we niks vliegtuig gaan we terughalen. En hier laat ik een beetje de stealth gameplay zien. En loot is natuurlijk nog steeds heel erg. Ik moet wel zeggen dat gewoon echt de manier waarop de wapens eruit zien. En ik zag net ook al die kruisboog. En dit met die silencer. Het is wel heel erg de vaste beats van een Far Cry. Ook qua visuals. Ja, absoluut. Maar je ziet het ook weer in de hut en dergelijke. Het is... Ja, maar onze grote vriend Dan Hay is nog steeds aan de macht. Ja, maar het is een Far Cry game voor Far Cry fans. Je moet nou niet gaan denken van we gaan opeens Call of Duty spelen. Dit blijft nee, gewoon absoluut, echt Far Cry. Snap ik. En ik vind de change of... waar de vorige keer ik de verandering in setting tussen 3 en 4 vond ik niet goed genoeg. Ja. Ik vond vanaf een tropisch eiland naar de Himalaya, ik vond het te veel hetzelfde. Weet je, een beetje de Pagan Min leek heel erg op Vaas. Weet je, dat vond ik wel echt een herhaling van zetten. Ik heb dat hier veel minder en dat komt puur door de omgeving. De setting is wel anders. En dat vind ik heel fijn. Ik hou ook van dit soort huisjes. Ja, nee, dat is sowieso een mooie lodge cabin. Ja. Ja, nee, ik zou er zo in wonen. Overigens gaan we straks ook nog een leuke vernieuwing zien. Dat is ook niet helemaal een vernieuwing, maar waar ze... Kijk, wel vet, hè? Kun je zo die deur open doen. Het is niet helemaal een vernieuwing, maar wel wat er straks gebeurt als je zeg maar niet in een missie bent. Want nu ben ik natuurlijk nog in missie. Maar ik vind Far Cry vooral heel leuk als je niet in missie bent. Gewoon het rondrijden, het chillen, het ja, en wat er dan zien. Allemaal gebeurt. Ja, precies. Want daar hebben ze wel heel erg hard aan gewerkt. Dat ga je wel zien. De open worldness van het alles natuurlijk. Maar ik zie, je hebt een raketwerper. Gewoon een machinegeweer vervangen voor een raketwerper. Ik denk dat is handig. Ja, dat is vooral handig als je een heel priegel plane wil stelen. En dit natuurlijk is mijn raketwerper. Dus ik heb eigenlijk alleen nog mijn grote wapens. Ik wilde het stealthy spelen. Dat is nu al weg. Ja, nee, dat heb je snel laten varen. Ik doe dat meestal pas als ik gevonden ben. Dus je hebt van, oké, dan pak ik de RPG wel. Maar... Ja, precies. Nee, dit is... Ja, goed, je kan het dus heel stealthy weer doen. Je hebt allemaal van die kampjes met allemaal gekken. Oh. Dat is netjes, mooi headshotje. Dankjewel. Dat is natuurlijk wel een beetje een ding van Far Cry. Het is heel erg van, wij geven jou een aantal compounds en een aantal missies om te tackelen, maar de manier waarop je het doet en hoe je helemaal aankomt rijden, of je wel of niet scout en dergelijke, dat is natuurlijk helemaal aan jou zelf. Ja. Dat is denk ik ook wel de forte van Far Cry. Absoluut. En... Ja, ik heb me van begin tot eind vermaakt. Ik had moeten zeggen, Far Cry 5 stond niet meer op mijn radar totdat ik de game speelde. Toen dacht ik, oh wat vet. Mooi dat je die spijlen te grazen neemt. Ja, ik wil wel eventjes terugverwijzen naar de afgelopen 2 headshots die ik maakte. Die is goed. We flashen even back. ja, ik wil wel één ding aankaarten en dat is onrealisme. Want hell to the fucking no dat een sekteleider een hele staat van Amerika kan overnemen. En dat het de militaire machten niet ingrijpen. Wow, als er echt één plek is op de wereld waar dat zou kunnen, is dat de Verenigde Staten. Ik bedoel, onlangs, vorig jaar was er nog een heel... vakantiepark overgenomen door mensen die de staat niet erkenden, of 2 jaar geleden. En Obama besloot om niet in te grijpen. Dus dat is allemaal vredig opgelost. Oh, dit is eigenlijk een soort van what-if scenario. Ja, natuurlijk wel. Het is ook al een beetje gebeurd. Hé, hey, ja, netjes, je hebt je plane. En nu heb ik mijn plane. Ja, je plane, daar word je echt heel erg blij van, want... Dit is gewoon zo'n grote kaart ook weer. Dat het gewoon heerlijk is om overheen te vliegen. En ja, leuk dat je blijft staan in deze loods. Ja, ik wist niet hoe ik moest gas geven. Want bij auto's is het natuurlijk rechter trigger. Maar dat is hier gewoon schieten. Dus ik moest even opnieuw kijken. Oh, dat waren net die potshots. Precies. Yes. Ja. dit is dus nieuw. Is het een beetje goed uitgewerkt? Vliegt het lekker? Ja, het vliegt prima. Het is alleen gewoon in first person, dus dat is natuurlijk altijd wennen. Zit ik fout als ik zeg dat het een beetje doet denken aan een Battlefield game op console? Qua vliegmechanics. Nou, Battlefield vliegt veel moeilijker. Ja, Battlefield vind ik wel lastig vliegen. Okay, dit is wel echt makkelijker dan Battlefield qua vliegen. Maar er zijn hier ook geen boundaries of zo. Je gaat een stukje versnellen? Ja, de video ga ik straks een stukje versnellen. Okay. Want ik wilde soms onder opgang laten zien. Geen boundaries. Ja, de map zou ongetwijfeld boundaries hebben. Maar we kregen sowieso een 2 uurtjes van de map te zien. Hè. Dus ik kreeg sowieso een out of bounds te zien als ik te ver was uit het demo level. Maar ik bedoel, dit ding kun je crashen wanneer je wil of zo. Ja. Er is niet een magische kracht die ervoor zorgt van... Oh nee, dit vliegtuig blijft wel in de lucht. Nee. Je kunt er elk moment uitspringen. Je moet ook landen. Ik ga straks ook landen. Je kan eruit springen. Je hebt weer je wingsuit heb je natuurlijk. Kijk, nu heb ik hem iets vooruit gespoeld. Oh dat ja, is handig. Ik zie het, ja.
Want nu wil ik even... Kijk, nou, dit is dus heel vet. Dit vind ik dus heel leuk. Dit gewoon, is een beetje GTA. Ja, maar ook GTA door het rural America gewoon ja. Over die riviertje. Ik word daar gewoon echt heel vrolijk van. Ik kijk, langzaam gaat de zon op. Er zit natuurlijk een dag-nachtcyclus in. Dat is al leuk. Kun je zelf kiezen wanneer is het handig om aan te vallen. Ook een beetje een vast Far Cry verschijnsel. Ja, hey, daar gaan we. Dit ziet er ook al een stuk beter uit. Ik weet niet wat het is met games, maar ze zien er in daglicht altijd beter uit dan in de regen of in de nacht. Of meer zo. Kleuren ziet of zo. Ja, meer precies. Ik weet niet. En meer lichteffecten die beter uitgewerkt zijn. Ja. En nou ja, dan krijg je... Maar ik zit nu nog steeds in missie, hè. Dus ik moet nu allemaal van dat soort torens gaan kapot schieten. Oh, bam! Ja, tuurlijk, ja. Ik vind die explosies trouwens echt super vet eruit zien. Ik weet niet waarom. Waarom is dat, Tom? Leg het eens uit. Ik weet niet. Misschien heeft Dan Hay een soort van magische explosie juice of zo. Dan Hay is de producer van de game. Ja. Die wij toevallig kennen. Ik ben Facebook vriendjes met hem. Oh, ja. Oh, oké. Okay. Oh, dat betekent dat je echte vrienden bent. Ja. Zeker weten. En dit wilde ik ook even laten zien. Ik ga verder niet zo heel veel doen. Ik ga gewoon een beetje rondvaren. Qua boten vind ik de variatie nu nog een beetje klein. Je hebt van die rubberboten waar je dan met een aantal mensen in kan zitten. En je hebt van deze boten eigenlijk... Waar zijn de hovercrafts? Waar zijn de hovercrafts? Dat is serieus een hele goede vraag. Dat zou zo goed passen hier. De line-up van zo'n boten, Far Cry. I know. En de line-up van boten is nu exact hetzelfde als in PUBG. Twee boten. Oké, mooi. Ja. Maar goed, dat zal tijdens de launch hopelijk wel veranderen. Ik weet het niet. Jagen kun je nog steeds doen. Jagen is trouwens een hele goede truc om heel snel betere wapens te krijgen. Want als jij jaagt op iets... Dan kun je de loot van die je dan oppakt weer gebruiken om grotere dieren te vangen, et cetera, et cetera. Dat gaat dan steeds. Dat is ook weer echt zo'n vaste Far Cry beat natuurlijk. Dat je dan ook een beetje crafting materialen krijgt. Wacht, nu gaan we echt plezier hebben. Want nu had ik zoiets van, weet je, ik ga voor shits en giggles, ga ik gewoon even rondlopen en kijken wat er is. Hier zit even... Toch die open world vibe. Maar dat vind ik belangrijk. Want hier zit dus geen missie aan vast, dus ik schiet hem even dood. Dit zijn gewoon gekken. Ik dacht dit zijn gewoon dakjes volk. Nee, het zijn wel gewoon echt mensen. Je ziet ook hoe sfeervol het is aangekleed met die dode hond hier. Ik word daar heel blij van met zo'n dode hond. Ik vind dat gewoon, dat vind ik gewoon prima. Weet je, het is een secte. Weet je, ze zijn gewoon niet helemaal goed bij hun hoofd. En dat is gewoon heel erg te zien. Ze hebben ook zo'n logo natuurlijk allemaal op hun shirt. Want ja, dan weet je wie de bad guys zijn, wie je kapot mag schieten. Ja, handig. Je had volgens mij een collectible gevonden. Ja, joh, ik vind overal collectibles. Hoe vind jij het eruit zien? Ik vind het er fraai uitzien, maar nogmaals, ik vind het heel erg lijken op qua visuals, qua hut, qua hoe die wapens eruit zien. Ik heb het idee dat er wel heel veel assets hergebruikt zijn. Of niet assets, maar dat er niet van... Sowieso van deze loot crate, want die zie je in elk Far Cry. Ja, maar het is bijna alsof het... Ja, dat is goed. De Far Cry fans zeg maar gewoon in hetzelfde stramien houden. Maar ik had gehoopt, en ik denk dat Leon het daar wel met mij kan vinden, wat hij ook op E3 zei, dat er net iets meer nieuwigheden in zaten, ook qua uiterlijk of zo. Misschien wil ik wel weer gewoon een trip scène. Die van Far Cry 3 was best wel aardig met de shrooms. Ja, maar oké, leuk. Ja, wel leuke visuals. Ja, vond je? Oh, ja, ik vond weer textbook. Maar goed, prima. Oh, deze wilde ik je trouwens niet weer houden. Let op, hij springt omhoog. Bam. Ha. Oh, de ragdoll physics zijn spot on. Ja, maar de ragdoll physics zijn altijd fijn. Maar wat ik hier dus even wilde laten zien is dat ik was dus hier gewoon een beetje aan het rondlopen, een beetje aan het chillen. En op een gegeven moment zag ik daar een schuur die dicht was. En nu dacht ik van hoe kom ik die schuur op? Dus ik zag een lijntje bovenop deze, hoe heet zo'n ding waar ik nu op sta? Een ladder? Ja, nee, een ladder. Zo'n watersilo. Watersilo. Ik zag het lijntje, dus ik denk, oh, ik kan daar omhoog klimmen. Dus dat kon niet, dus ik moest dat slotje kapot maken. Dus ik denk, nou, ik use even de zipline en dan kom ik dus... Ook leuk, die mirror's edge-achtige kleuren. Ja. Dat je zegt van, hé, dat is blauw, daar kan ik op klimmen. En toen zag ik dus dit en een aanhangwagentje met daaronder een soort van luik. Dus dan maak ik even de brakes los. Oh, leuk, gewoon zo'n random puzzeltje. I know, dat is dus wat ik zo vet vind. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou eigenlijk nu doen? Ja, gewoon erop springen. Nogmaals, dit is dus helemaal gemist. Ja, de opspring. Ik dacht, dus ik moet dat duwen. Ik ben nu aan het duwen. Lukt het niet? Ik dacht, ja, daar is een deur. En op de deur zit ook een slot. En ik weet natuurlijk alles van aanhangwagens. Ik vervoer tuk-tuks in mijn dagelijks leven. Dat is mijn day job. En dan heb ik het slot eraf. Dus hoe kom ik nou van dit ding af? Hé, er staat een auto. Je kunt dus in deze game kun je trailers vervoeren. Dat vind ik echt super vet detail. Ja, dat is netjes. Ik word hier echt super blij van. Dus kijk, dit soort shit wil ik meer zien. Ja, dit is echt heel vet. Hij gaat wel automatisch erop. Hop, daar zit hij. Ja, een beetje Eurotruck Simulator. Ja, precies, dit is Eurotruck Simulator. Dat is ook heel erg hoe jij stuurt in Eurotruck Simulator. Dat fijn. Zeker weten. Oh, aanhangwagen een deuk erin, kan gebeuren. Nou, en dan kom ik daar. Dan kan ik erin. Nou, superleuk. Ga je erin. Interact. Please vertel me dat dit een of andere schuilbunker is van die sectenleider. Met gewoon allemaal lijken erin. Dit is geen lijken, het is de Man Cave. Oh, dit was de Man Cave die je net vond. Ja, precies. Oh, wat en, vet. Dus dit is de Man Cave met een hele rare film op, maar iemand wordt kun je die pizza nog meenemen? Ja, nee, dat kan dus niet. Jammer is dat. Dat is een Jan detail wat ze even zijn vergeten.
En nou, dit wilde ik even laten zien. Ik dacht van, het is leuk. Het is gewoon random in de wereld. Je loopt even rond en opeens vind je weer zoiets. Ja, dat is wel iets wat natuurlijk die wereld aan moet kleden. Wat heel Far Cry 5 een soort van levendig moet maken. Niet dat je alleen maar wat compounds aanvalt, maar dat je ook dit soort rare shit ziet ineens. Ja, absoluut. Ja, ik voel hem wel, En dan komen we verder in de Man Cave en daar staan we dan ook een ontzettend vette wagen. En je hebt dan de Man Cave completed. Ja. Ja. En je hebt het allemaal. Waren dat foute boekjes? Huh? Dit zijn denk ik fouten. Oh, oké. Okay. Nee, het zijn perk magazines. Ik dacht misschien is het porno of zo. Het blijft de Man Cave, toch? Ja, dat was wel leuk geweest. Ja, maar de money is er in ieder geval. Er is in ieder geval money. Dat zit in elke Man Cave alhoewel. De meeste Man Cave zit de money in de spullen in de Man Cave. Ja, nee, klopt. Helemaal los verspreid. Nou, een beetje ronddraaien. En weer terug de open wereld in. Oh, en weer terug je vliegtuig in. Ja, want die wilde ik ook nog even laten zien. Ik wilde even de laatste missie die ik heb gedaan ook nog laten zien. Er zitten natuurlijk ook helikopters in het spel. Ja, mooi. En dit deed me een beetje denken aan Ghost Recon. Jou niet? Ja, een klein beetje wel. En dat doet mij... Je zei net al PUBG, je zegt nou Ghost Recon. Ik wacht op het moment dat je met 100 Far Cry man op één staat neerdropt. Ubisoft... Waarom bestaat dit nog niet? Waarschijnlijk is Ubisoft er al lang mee bezig. Ik hoop dat echt heel erg. Want dat zou echt voor mij een PUBG-killer kunnen zijn. Want als dit nou gewoon... Als je hier nu 99 mensen ook uit een helikopter springen... Ja, dan het zou kunnen. De setting is gezet. Ja, dan is het in ieder geval technisch een betere game. Oh, nou, je bent je parachutes niet vergeten. Ja, precies. Ik heb dus weer je wingsuit. Ik wil trouwens ook even vermeld hebben dat deze hele game dus in koop te spelen is. Dat is voor het eerst. En dat is echt heel tof. Wij konden het nog niet koop spelen, maar ik weet nog dat Leon en ik bij Far Cry 3 die koopmissies aan het doen waren en altijd constant tegen elkaar aan het zeiken waren van waarom kunnen wij die singleplayer niet spelen kopen? Ja, waarom kunnen jullie gewoon samen freeromen? Ja, precies. Nou, dat kan dus straks wel. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weten we nog niet. Nou, het schijnt zo te zijn dat de progressie dus bij één iemand blijft. Okay. Dat is dus wel een beetje... Dat is natuurlijk je hoop dan dat je samen één wereld hebt. Maar het is dus dat één iemand op bezoek komt bij die ander. Ja, precies. Ja, maar goed. Het is alsnog heel veel fun wat je dan met z'n tweetjes kan hebben. Maar hostage free? Wat, ja, Rainbow ik Six? Moet hier een aantal hostages bevrijden van een kampje van de secte. En dit wilde ik een beetje stealthy doen. En dat gaat natuurlijk weer helemaal mis. Want dat... Waar is je granaatwerper? Dat is natuurlijk wel altijd met Far Cry. Ik vind stealth spelen altijd heel moeilijk. Omdat ze je best wel snel zien altijd. En van best wel ver af. Zeg maar best wel realistisch als het ware. Want dat zou het echt ook zijn. Ja, dan moet je juist die hond erop afsturen. En kruisboogpijlen en zo. Ja, dat is helemaal op mijn uppie, joh. Pa. Lekker bezig. Nou, die bevrijd ik ook even. En dan gaan ze ook gelijk meevechten. Dat is wel fijn. Dit is een nieuwe tegenstander. Die is heel moeilijk. Want deze is heel erg goed bepanzerd. En heeft een vuur... Laat me raden. De truc is hem flanken, hem op de rug schieten, dan ontploft hij. Ja, nee, hij ontplofte niet. Want dat heb ik dan dit keer niet gedaan. Maar ik heb deze wel een keer dat zijn ding kapot was, maar hij ontplofte maar niet. Er kwam er wel vuur uit, maar hij ontplofte maar niet. Dus je moet nog gewoon heel... Okay. Oh, ja, nou. Buddy. Je hebt even gestreden in de vrijheid. Ja, precies. Het gaat je goed. Oh, even mezelf verbinden. Dat moet natuurlijk, want anders ga je dood. Liberate. Ook weer zo'n Far Cry dingetje. Ja, waar is de animatie van een kogel uit je lichaam jenken? Ja, die zal er ongetwijfeld ook in zitten. Kunnen je wapens roesten? Nee. Oh, dat was Far Cry 2. Dat was Far Cry 2 en dat was niet de fraaiste mechanic om in je game te hebben. Nee, maar het was wel de mooiste Afrika op aarde. Oh. Ja, ik weet ook niet wat daar gebeurde. Gewoon dat shit ontploft niet... random. Welkom in Amerika. Abba. Oh, netjes. Nou ja, goed. Dit is wat ik wilde zien aan Far Cry 5. Heel erg Far Cry. Maar wel heel erg. Ik vind het er ook wel weer erg leuk dat er een nieuwe setting is. Binnenkort de preview neem ik aan. Ja. En wanneer komt die uit? 27 maart. Oké, dan zul je bij ons ook uiteraard de geschreven en de video review kunnen vinden van Far Cry 5. Maar dit is in ieder geval een voorproefje. Ja. Thanks, Peter. Ja.